Villa-vrienden. Welkom bij een nieuwe serie afleveringen van de Villa-vlog. In deze eerste aflevering zijn we in het Loiredal in Frankrijk, waar we u meenemen naar een aantal historisch interessante plaatsen en ook plaatsen waar mooie postzegels van te tonen zijn. We zijn nu bij het kasteel in Blois. Gaat u met ons mee? Het kasteel van Blois was tot 1598 de belangrijkste koninklijke residentie. In dat jaar liet Hendrik IV het hof naar Parijs verhuizen en met de bouw van Versailles door Lodewijk XIV verloor Blois definitief zijn koninklijke status. Tussen 1515 en 1524 werd een achthoekige toren met een wenteltrap aan het kasteel toegevoegd, een meesterwerk. De huidige entree tot het indrukwekkende binnenplein werd gemaakt op initiatief van Lodewijk XII in de 16e eeuw. We zien hem te paard boven de toegang. Tegenwoordig is het kasteel eigendom van de stad Blois, die daarmee met de monumentale brug en de kathedraal een belangrijke toeristische troef in handen heeft. We staan hier in de tuin van Château Chaumont-sur-Loire, waar tot aan het eind van de 19e eeuw allemaal huizen stonden. Ze werden door de toenmalige eigenaar opgekocht en in plaats daarvan, nadat ze met de grond gelijk gemaakt waren, werd een Engelse tuin aangelegd. Oorspronkelijk stond hier een fort dat rond het jaar 1000 was gebouwd. Maar in 1465 werd het op last van Lodewijk XI in de brand gestoken en verwoest. Tussen 1498 en 1510 werd het huidige kasteel gebouwd en in de loop der jaren uitgebreid. De Engelse landschapstuin werd tussen 1884 en 1888 onder leiding van landschapsarchitect Henri Duchesne aangelegd. Sinds 1992 wordt elk jaar tijdens de zomermaanden het Internationale Tuinenfestival gehouden. Kunstenaars en tuinarchitecten uit de hele wereld richten dan hun eigen stukje tuin in met hun interpretatie van het thema van het jaar. In 2022 is dat de ideale tuin. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van dit festival werd dit jaar een speciale envelop uitgegeven. Ik sta hier aan de oever van de Vienne, met op de achtergrond het middeleeuwse stadje waar de burcht met de vesting hoog bovenuit torent. De oude vesting van het middeleeuwse stadje Chinon biedt een prachtig uitzicht over de stad. Hier in het kasteel wist de legendarische Jeanne d'Arc kroonprins Karel zover te krijgen dat hij manschappen ter beschikking stelde om met haar tegen de Engelsen te vechten. Jeanne d'Arc was geboren in 1412 in Domremy, aan het begin van de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Als jong meisje hoorde ze de stem van God die haar inspireerde tot verzet. In 1429 versloeg ze met haar leger in Orléans de Engelsen. Ze werd daarbij geholpen door het zwaard dat inwoners van Vaucouleurs voor haar hadden laten smeden. Jeanne spoedde de kroonprins aan om zich in Reims tot koning te laten kronen, nog steeds een mijlpaal in de Franse geschiedenis. Hij liet haar echter aan haar lot over toen ze gevangen genomen werd. Ze werd na een schijnproces schuldig bevonden aan hekserij en stierf in 1431 op de brandstapel in Rouen, slechts 19 jaar oud. Zo'n 25 jaar later zou de paus het vonnis herzien en werd Jeanne d'Arc bestempeld als martelaar. In 1909 werd ze zalig verklaard en in 1925 kreeg ze de heilige status. In 1929 verscheen een speciale Jeanne d'Arc herdenkingspostzegel met een tapje, waar niet iedereen even gelukkig mee was. Op de taps konden bedrijven reclame maken. Ook de producent van het zachte kaasje dat onder de naam La Vache qui rit, de koe die lacht, verkocht werd, adverteerde erop. Dat was tegen het zere been van veel Fransen die het heiligschennis vonden. Jeanne d'Arc, de koe die lacht, kon echt niet menen zijn. Château Chinon-Chaux is het enige kasteel dat gebouwd is op het water. En mede daarom trekt het dagelijks duizenden bezoekers. Zelfs op een dag als deze dat de brandende zon op mijn hoofd schijnt en het 37 graden is. Naast de kastelen die we tot nu toe hebben laten zien, zijn er nog zo'n 140 andere, grote en kleine. Thank you.
De fans van Kuifje zullen Château Giverny meteen herkend hebben als Kasteel Molensloot. In het album Het Geheim van de Eenhoorn gaan Kuifje en kapitein Haddock op zoek naar de schat waarmee de kapitein het slot van een van zijn voorvaderen kan terugkopen. Het verhaal wordt afgesloten op het kasteel waar de huisknecht Nestor wordt geïntroduceerd. In het vervolgalbum De Schat van Scharlaken-Rekkum vinden onze helden de schat en kan het kasteel inderdaad door Haddock gekocht worden. In een van de bijgebouwen van kasteel Giverny is een Kuifje-tentoonstelling, waar de bezoeker als het ware door het stripverhaal heen kan lopen. Naast Kuifje en kapitein Haddock is er een prominente plaats ingeruimd voor professor Zonnebloem en zijn uitvindingen. En ook de beroemde operazangeres die in het album De Juwelen van Bianca Castafiore op kasteel Molensloot een rol speelt, ontbreekt natuurlijk niet. Maar in het landschap komen we ook dingen tegen die wat minder fraai zijn. Zoals bijvoorbeeld deze kerncentrale, gebouwd aan de oevers van de Loire. Al in 1955 werd gestart met de bouw van de eerste Franse kerncentrale. Nu is meer dan 70% van de Franse elektriciteit afkomstig van zulke centrales. Volgens de Franse overheid draagt Frankrijk daarmee bij aan de reducering van de CO2-uitstoot. Niet iedereen is het er echter over eens of kernenergie ook werkelijk duurzaam is. Feit is wel dat Frankrijk in de huidige energiecrisis aanzienlijk minder afhankelijk is van Russisch gas dan andere Europese landen. En dan is het nu tijd voor de Kids Corner. Geschreven door Willeke en gelezen door John. Bonjour madame, au revoir monsieur. Zo zeg je in het Frans, dag mevrouw en tot ziens meneer. Een postzegel is een timbre poste. En deze zegel gaat over een postzegeltentoonstelling. Die werd gehouden in Parijs in juni 1964. Waarom gaan mensen naar Frankrijk met vakantie? Nou, vanwege het mooie weer, het lekkere eten en de prachtige natuur. Zo dachten de mensen er vroeger ook al over. En wie er al woonde, moest zijn bezit beschermen. Vandaar zo'n enorm bouwwerk om de vijand buiten de deur te houden. Ja hoor, er werd ook gevochten. Bataille betekent oorlog. Deze oorlog is er eentje waar ons leger ook meedeed. Samen met de Engelsen verloren we van de Fransen. Op deze zegel zie je een heel belangrijke gebeurtenis van minder lang geleden. Gevechtslegers van verschillende landen vallen Frankrijk binnen, in Normandië. Het is 1944, D-Day. Ze komen aan land op 5 stranden. Kijk goed op deze zegel. Vanaf dat moment begon langzaam maar zeker de bevrijding van West-Europa. Het einde van de Tweede Wereldoorlog hier. Liberté, égalité en fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze drie woorden horen bij Frankrijk. Zo willen de Fransen het hebben. In 1789 hadden ze genoeg van al het onrecht. De koning en de rijke mensen wilden niet zoveel van die vrijheid en gelijkheid weten. Daarom zijn toen hun hoofden afgehakt. De opstand tegen de koning wordt nog elk jaar op 14 juli herdacht. Dan is het groot feest in heel Frankrijk. Tot de volgende keer! Jaarlijks wordt er in Frankrijk een postzegel die gegraveerd is bekroond met een speciale prijs. En we laten u hier een aantal daarvan zien. Als u postzegels van Frankrijk verzamelt,
of geïnteresseerd bent in de posthistorie van Frankrijk, is het zeker de moeite waard om eens de website te bezoeken van de contactgroep Frankrijkverzamelaars, Marianne. Dat is een actieve vereniging met een aantrekkelijk verenigingsblad dat 4 keer per jaar verschijnt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Vila-vlog. Blijf verzamelen, blijf gezond. Dag!